We zijn over de helft. We leven nog een beetje, nog 10 minuten. Ik vind het wel leuk. Ja? Nou, ik zou zeggen, hou dat gevoel vast. U heeft er nog eentje gaan en laat u zich verrassen. De laatste. Nee! Je hebt vuile smillen. Wauw! Ik stel voor dat wij elkaar fousfailleren. Ik wil het graag met u hebben over de sociaaldemocratie. Godverdomme, ik moet dat. Want u heeft een paar grote liefdes. Nee, ik ben nu even. Waarvan ik er dus één ben. Maar ook de sociaaldemocratie. Hoe bent u verliefd geworden op de sociaaldemocratie? U bent altijd al een fijn nieuwsgierig typeje in dat opzicht. Ik vind dit wel ijzersterk. Maar dat is even op metaniveau, sorry. Jullie moeten weten. Dat doen we na. We gaan hierna, gaan we allemaal nakaarten en wat er vandaag gebeurd is. Ze weten dat wij vanochtend aan de keukentafel... Ja, weet het al. Ze weten het al. Fijn. En wat. Maar terug naar de vraag. Sorry. Maar hoe heeft u de liefde voor de sociaaldemocratie opgedaan? Wauw. Ik denk gast, ik heb maar 10 minuten. Denk, ja, maar ik denk een beetje, ik zal het heel snel zeggen, 9. Een beetje thuis. Mijn vader was conservatief als het ging over abortus, euthanasie en dat soort dingen. Hij deed het allemaal wel als huisarts, maar hij was ontzettend sociaal. Mijn moeder was heel progressief vooruitstrevend in die tijden. Euthanasie, homofilie en al die dingen, maar vond ik helemaal niet zo sociaal. En ik dacht dat ik van beide iets heb meegekregen. En toen voor mij Joop den Uyl tevoorschijn kwam, daar was ik enorm van onder indruk. Het was een beetje een combinatie van mijn vader en mijn moeder. Tegen euthanasie? Nee, niet tegen euthanasie. Hij was vooruitstrevend in dit soort levensvraagstukken. En ontzettend sociaal als het ging om eerlijk delen, kennis, macht en inkomen. Bent u nog steeds een sociaaldemocraat? Ik loop er niet minder mee te koop. Want ik ben burgemeester en moet boven alle partijen staan. Maar ik ga nooit verlopen. Ik heb het niet over partijen nu. Ik ben nog steeds een sociaal. Ik wou het verschil even maken. Ik loop absoluut niet te koop met een bepaalde, niet nader te noemen, politieke partij. Die vroeger zeker heel sociaaldemocratisch was. Maar ik voel me nog steeds sociaaldemocraat. En het leuke is, Amsterdam, of je nou met liberalen praat of socialisten, ze hebben allemaal iets sociaaldemocratisch. Ja, wat is dan de sociaaldemocratie? Dat is... geloven in de mensheid, in het goede van de mensheid en in niet de maakbaarheid van de samenleving, maar wel de beïnvloedbaarheid van de samenleving. En dan op de manier, ja, dat het sociaal en democratisch moet zijn. En dat wil zeggen, je kan het sociale niet verplicht opleggen, want het moet ook democratisch zijn. En wat heb je aan democratie die niet in solidariteit geleefd wordt? Dus die dingen horen bij elkaar. Het is een hele goede theorie en heeft in het verleden ook goed gewerkt, maar werkt het nog steeds? Ik zeg wel eens, mevrouw van der Leyen. Hopelijk, oh. Heb je trouwens de aardappels nog geschild? Ik zeg nog wel eens, wat was er eigenlijk mis met sociaaldemocratie? En volgens mij zijn een heleboel jonge mensen van nu, die moeten niets hebben van de Partij van de Arbeid, maar ze zitten wel heel dicht bij de sociaaldemocratie. En dat er is niet zoveel mis, of misschien wel niks mis met sociaaldemocratie. Maar als ze niet zoveel moeten hebben van de Partij van de Arbeid, maar wel dicht bij de sociaaldemocratie zitten, is de Partij van de Arbeid, ik wil het niet over partijen hebben, maar is de Partij van de Arbeid dan nog wel sociaaldemocratisch? Vind ik geen slechte vraag. Ik vind de Partij van de Arbeid nog wel sociaaldemocratisch, maar niet in elk opzicht altijd genoeg. En ook niet op een manier waar jonge mensen die niet in oude categorieën denken, zoals ik ze ook net zelf overigens gebruikte. Solidariteit, dat woord zegt niks meer, geloof ik vandaag de dag. Maar ze zijn als jonge mensen juist meer op delen dan mijn generatie was. Ze zijn dus minder van de app. Ze zijn opener. Ja, ik vind, er zijn nog allerlei kansen voor de sociaaldemocratie. Alleen, hij heeft nog steeds geen antwoord gevonden op het feit dat, nou, hij gaat aan zijn eigen succes ten onder. Maar als de niet nader te noemen partij geen antwoord vindt op die vraag, moeten we daar dan maar op blijven stemmen? Uit een soort, en dan is het gebeurd. Ik ben erg voor trouw, ja, en loyaliteit. Maar moet je ook altijd trouw zijn aan je partij? Als ze in het verleden partij, goede dingen hebben gedaan en nu eigenlijk niet meer zoveel voor je betekenen. Een partij is geen doel, een partij is een middel. Dus dat ben ik met u eens.
Een partij is een middel. Maar mag ik het nu even verbreden? Ik denk, en nu ga ik, dit is niet om de Partij van de Arbeid te hulp te schieten, maar ik denk dat we überhaupt een beetje aan het eind zitten van de levenscyclus van partijpolitiek. Staat ook op mijn kaartje. Ik wist dat u daar naartoe wou. En toch zeg ik het. Nou, ik wil eerst nog even terug. Dan gaan we het daarna hebben over het einde der partijen. Maar als ik naar mezelf kijk, en misschien maakt u daar ook wel die scheidslijn tussen oud en jong. Wat doet de sociaaldemocratie voor mij? Nu niet zoveel meer, maar hij heeft krankzinnig veel gedaan voor u. Voor mijn tijd? Ja, maar daar plukt u elke dag de vruchten van. Dus toch trouw blijven omdat er in het verleden mooie dingen zijn gebeurd? Ik zeg sowieso niet het begrip trouw blijven, maar wel blijven zien, zegeningen tellen, dat dat een beweging is, dus niet een partij, maar een beweging is, die is opgekomen voor goed onderwijs voor iedereen, die opkwam voor dat iedereen werken heeft, 8 uur gewerkt, al die dingen. Maar nu komen ze niet meer op voor de arbeiders. Wie zegt dat? Jouw vrouw, die... die is erg oppervlakkig. Die jarenlang... sorry. Jouw vrouw... totaal niet... Ik weet wie er op de bank slaapt. Nee, jouw vrouw heeft jarenlang gezzp'd. En dat is haar nu onmogelijk gemaakt. Door een minister van een niet nader te noemen partij. Wat doet de sociaaldemocratie voor mij? Even bloedserieus. Ik heb het hier een keer gedaan. Ik doe het nu 1 seconde weer. Onderwijs. Heeft voor mij gedaan. Doet voor mij. Oké, nou dan zal ik dat hele lange verhaal laten zitten. Dank u wel, want ik heb maar 3,5 minuten. Ja, maar ik denk dat het terecht is dat u dit aansnijdt. Met de idealen is weinig mis, maar met de verbeelding van de idealen naar de thema's van nu is een heel groot achterstallig onderhoud. En is het ook niet makkelijk voor die niet nader te noemen partij. Voor niemand trouwens. En ik denk dat met internet, sociale media, het ook nooit meer zo wordt dat je in zaaltjes dat antwoord gaat vinden en in verkiezingsprogramma's en met moeilijk tegen elkaar doen in de Haagse Stop. Ik wil u niet onderbreken, maar u zegt dat het voor niemand makkelijk is. Ja. Maar er zijn ook politieke stromingen die ook niet pretenderen mij te helpen. Misschien moet ik dan die kant op? Nee, ik zou eigenlijk het liefst hebben dat u, maar u bepaalt zelf welke kant u op gaat, dat weet ik. Maar dat u het even wat fundamenteler nu neemt. Ik denk, politiek is een evenwichtskunst tussen problemen samen oplossen en je idealen representeren, zodat mensen iets te kiezen hebben, elke zoveel tijd. En dat is een evenwicht die men slecht beheerst. Een evenwichtskunst. Wie? Iedereen. Het essentie van de politiek is dat in die arena mensen gedwongen worden, ook als ze van goede wil zijn, om verder te gaan dan een ideeënstrijd, die is nodig hè, voor het representeren, maar het wordt een strijd van partijen tegen partijen. En daar haken de burgers af. Dat zie ik als burgemeester, 24 uur per dag. En daar moet een antwoord op gevonden worden. En dat moet verder gaan dan het voornemen om het beter te doen dan je voorgangers. Dat zit inderdaad in een ander paradigma volgens mij. Ik heb u wel eens aan een niet nader te noemen keukentafel horen zeggen dat u denkt dat de partijpolitiek als zodanig aan het einde van zijn levenscyclus is. Ik denk dat het ook zo is, want ik denk dat je niet meer in zaaltjes bij elkaar hoeft te komen om te bespreken wat de problemen zijn en wat je van de problemen vindt. En dan via een getrapsysteem dat door te geven aan een vertegenwoordiger. Die dan een vertegenwoordiger van een andere partij, bij wie het precies hetzelfde was, te lijf gaat om een meerderheid te vormen. Wij hebben met internet, sociale media, zoveel informatie. We kunnen zo snel van elkaar te horen krijgen wat we vinden. Als we dat op een of andere manier weten te leiden tot, ja, iedere ochtend even voordat je naar je werk gaat aangeven wat je vindt van de issues van vorige avond, dan ben je oneindig veel democratischer bezig. U weet wie er 2 weken geleden zei dat we misschien meer met referenda moeten gaan werken? Nee. Oh. Is die mevrouw, waar mevrouw De Soete u over sprak, die meneer? Ik vond referenda een heel goed idee. Maar denkt u dat ze bij partijen die niet sociaal-democratisch zijn, ik noem geen namen, ook denken dat het partijpolitiek ten einde is? Ik denk dat heel veel mensen dat voelen. En dat ze, dus als dit punt aan de orde komt, Van Rijbroek heeft het gedaan, een heleboel mensen doen het. Hè. Ik heb het laatste jaar met 100 mensen over deze zorg gesproken. En ik kan jullie hier verzekeren, van die 100 mensen hebben er 100 gezegd, ja, dat voel ik eigenlijk ook wel. Maar we hebben nog geen alternatief. En ik denk dat het alternatief niet in Den Haag gevonden gaat worden. Maar dat wij dat als burgers bij elkaar moeten bedenken. Ik heb nog 30 seconden.
Heb je die aardappels nog geschild of niet? Nee, maar dat is niet jouw grootste probleem. Dat is...